verzet tegen plannen nieuw winkelcentrum in de Weeshof. Eindelijk energietoeslag voor studenten, maar Accu is niet blij. En een hele bijzondere verjaardag voor de zieke Jamie. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Het zal je maar gebeuren. Het lokale winkelcentrum in je wijk brandt af. Jarenlang kijk je aan tegen dit armoedige krot. En als er dan eindelijk nieuwe plannen komen voor de locatie, blijkt dat er een immense woontoren tussen alle laagbouw komt te staan. Het overkomt de bewoners van de Weeshof in Nijmegen. In 2017 brandde het voormalig winkelcentrum in de Weeshof compleet af. Rijp voor de sloop. Tot op de dag van vandaag staat het oude pand er nog, maar daar gaat verandering in komen. Vastgoedmagnaat Ton Hendricks presenteerde eind vorig jaar de nieuwe plannen voor de locatie. Een winkelcentrum met appartementen dat op zijn hoogste punt 38 meter is. En dat midden in alle laagbouw van de wijk. Pal tegenover het enige andere hoogbouwpand dat er staat. En nu zijn uitzicht dreigt kwijt te raken. Bewoners hebben heliumballonnen opgehangen om de hoogte van het nieuwe pand te illustreren. Ze zijn niet te spreken over de plannen. Ja, als je het aan die kant hebt, dan heb je het over een hoogte van 38 meter. Nou, kijk naar de hippe hoogbouw aan de overkant. Ja, die zijn hun hele uitzicht kwijt. Aan de andere kant heb je het over 16 meter aan laagbouwwoningen. Dus ja, het is wat dat er gaat. En de afmeting ook. Als je de grootte ziet, het is enorm wat gepland is. Hè? Het is niet wat er uitgevoerd wordt, maar wat er gepland is. Ja. Meneer Peters, u woont daar in die flat? Dat klopt, ja. Tot nu toe prachtig. Ondanks het uitzicht natuurlijk van het winkelcentrum. Want dat ziet er niet erg uit. Nee, maar wat er komt, daar bent u nog meer beducht voor. Ja, en ik niet alleen. Hè. Eigenlijk heel veel inwoners van de Weeshof. Kijk, iedereen die wil dat er gebouwd wordt. En dat is het probleem ook niet. Maar de manier wat er gebouwd wordt en hoe het gebracht werd, ja, dat overvalt ons weer. Niet alleen over de plannen, maar ook over het contact met de gemeente zijn de buurtbewoners niet te spreken. Ze voelen zich niet of te weinig gehoord en vinden dat de gemeente hen veel meer in de plannen had moeten betrekken. Dat was wel de bedoeling, maar ja, dat is bij de gemeente Nijmegen is dat al wel vaker misgegaan. Ik kan me twee prachtige plannen voorstellen of nog voor de geest halen, waar ook de burgerparticipatie totaal op nul is uitgedraaid. Ja. En dat is hier, nou, nul zal ik niet zeggen. Maar misschien op 5 van de 100. Ja. Vanavond worden die bestemmingsplannen gepresenteerd. Normaal heb je daar 6 weken de tijd voor om te reageren. Wij krijgen maar 4 weken. En zo gaat het elke keer. Wij moeten zelf achter alles aan de plannen. Terwijl het beloofd is dat wij constant op de hoogte gehouden worden. Welke ideeën had u dan? Hoe hoog zouden die ballonnen dan hangen? Wij hebben als idee, als je de Lidl vooraf sloopt, want de huidige plannen voorzien erin dat de Lidl blijft staan tijdens de bouw. Als je die vooraf sloopt, kun je het hele gebouw draaien en dan hoef je niet zo hoog. En dan krijg je een hele andere indeling van de plattegrond hier. De bewoners laten het er niet bij zitten en zullen vervolgstappen nemen. Ja, dan maar naar de Raad van State, of niet? Dat zit er wel in. Nu ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dus we gaan als belangenvereniging, en we hebben ook bewoners opgeroepen om een zienswijze in te dienen, dus een bezwaar kenbaar te maken. Nou ja, goed, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen. Dus daar is het op wachten. En ja, mocht dat op geen enkele manier aangepast of veranderd worden, ja, dan is de gang naar de Raad van State is aanstaande. Ja. Na een lange strijd en een rechtszaak is de gemeente Nijmegen overstag. Ook studenten komen vanaf nu in aanmerking voor energietoeslag. En dat is uniek in Nederland. Toch is studentenvakbond Accu niet tevreden over het besluit. Te veel studenten zouden alsnog tussen wal en schip vallen. Toch is de wethouder tevreden. Gelukkig hebben studenten recht op energietoeslag. Want wij willen niemand uitsluiten in deze stad. Niemand hoort uitgesloten te worden. Artikel 1 van de grondwet. Iedereen hoort erbij. Dat is goed nieuws, toch? Ja, in zekere zin wel. We zijn echt heel blij om te zien dat de gemeente Nijmegen heeft besloten om toch studenten ook energietoeslag te geven. En het is goed om te zien dat ze ook verder gaan dan het Rijk in dat soort dingen. Toch zit het vanuit, toch denken wij vanuit studentenvakbond Accu dat er toch wel wat haken en ogen aan zitten. Met name als je kijkt naar dat
de lening, studiefinanciering, wordt, of het recht op de studiefinanciering zelfs al, wordt meegenomen in de berekening van het inkomen. En het feit dat het per adres gebeurt, terwijl ja, studenten in best wel grote studentenhuizen of zelfs complexen kunnen wonen. De lening wordt dus meegeteld als inkomen voor de studenten. Ook de wethouder is daar verdeeld over. Wil je deze persoonlijk weten, dan zeg ik ja. Het is heel raar dat ik als wethouder werk en inkomen en armoedebeleid, dat ik tegen een student moet zeggen, je lening wordt maximaal meegeteld als inkomen. En dat je daarmee eigenlijk aan de ene kant bezig bent om armoede te bestrijden. En aan de andere kant zegt van ja, je moet gaan lenen. Dat is heel raar. Een hele vreemde situatie. Maar het is wettelijk zo geregeld. Ja, en ze noemen mij wethouder. Dus ja, ik houd me aan de wet. Wij denken vooral dat er twee dingen echt nodig zijn. Namelijk dat om ervoor te zorgen dat alle studenten geholpen kunnen worden. En op een adequate wijze moet er gewoon meer maatwerk zijn als we kijken naar het toekennen van energietoeslag. Dus niet dat er gewoon gezegd wordt van, oh ja, jullie wonen allemaal op één adres, dus jullie krijgen één keer energietoeslag. Maar dat er gekeken wordt naar hoeveel studenten wonen nou op dat adres. En kunnen we ze niet meer dan één keer de energietoeslag toekennen? Ja, het is heel vervelend dat daar een maximum aan zit. Maar dat geldt voor alle inwoners. Want ik heb ook brieven gekregen van mensen die op de 132, 133% zaten van het minimum. En die kregen ook geen uitkering. En dat is pijnlijk, maar het is een harde grens. Kijk, wij spreken natuurlijk alleen voor studenten. We zijn een studentenvakbond. Maar in principe ben ik ervoor dat iedereen die met 100 mensen op hetzelfde adres woont, meer dan één keer de energietoeslag krijgt. Dus ik zou die, als er dat soort regelingen komen, zou ik dat ook niet alleen belimiteren tot studenten. Maar het zijn vaak wel studenten die in zo'n andere woonsituatie zich bevinden. En ik denk dat je het daarom niet hetzelfde kan behandelen als andere huishoudens. Als Accu een gesprek wil met me, ik sta altijd open voor een gesprek. Ook op de zaterdag en de zondag. Het maakt mij niet uit. Want ik vind het onderwerp namelijk te belangrijk om te laten liggen. Deze wethouder gaat het echt wel aanpakken. De waterstand in de Waal is sinds deze week eindelijk weer op normaal niveau. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de scheepvaart. De afgelopen maanden stond het water in de rivieren op een extreem laag peil, waardoor schepen minder vracht mee konden nemen en bedrijven extra kosten moesten maken. Ook bij containerhub BCTN in Nijmegen hadden ze hier last van. Nu is het tijd om de schade op te maken, maar ze maken zich ook zorgen over de toekomst. Laag water hebben we ieder jaar, hè. Dat komt ieder jaar terug. Zo extreem als dit jaar hebben we het heel lang niet gehad in ieder geval. Of sterker nog, ik kan me niet herinneren dat het ooit zo extreem is geweest. En de kans dat het terugkomt is vrij groot. Dit jaar, om tot het eind augustus begon te regenen in Duitsland, kwam het water nog een beetje omhoog. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we echt een probleem gehad, hadden we niet meer kunnen varen. Wat betekende dat nu voor die bedrijven, die lage waterstand? Nou, sowieso, bij lage waterstand kun je minder tonnen meenemen in de schepen. En dat betekent dus uiteindelijk per definitie minder lading. Heb je voor dezelfde aantal containers dus per saldo meer schepen nodig. En die schepen zijn ook schaars. Dus dat was voor ons een lastig verhaal. De extreem lage waterstand had ook financiële gevolgen voor de bedrijven. De kosten zijn enorm toegenomen, zelfs verdubbeld. Dat wij er langer over doen om dezelfde hoeveelheid containers te bewegen. En dus een slechtere service uiteindelijk. En hogere kosten. Want ja, als je op een schip minder kan meenemen, ja, heb je meerdere schepen nodig voor hetzelfde. Dat kost meer. Ja, per container bijna een dubbele prijs ongeveer. Dus dat was echt wel extreem dit jaar. Vanwege de hoge kosten en de lage waterstand moesten bedrijven zoeken naar een alternatief. En dat alternatief is niet altijd het meest milieuvriendelijke. En dat betekent heel veel over de weg. En over de weg is per saldo slechter. Meer CO2-uitstoot per container. Dus ja, dat is absoluut een verslechtering. Nu eindelijk het waterpeil weer op niveau is, kunnen bedrijven weer normaal draaien. Eigenlijk sinds deze week inderdaad, en ook met het kanaal bij Weurt, kunnen we weer normaal varen, onze normale routes varen en de normale hoeveelheden afvoeren en aanvoeren die we willen afvoeren en aanvoeren. Dus dit is wat mij betreft een hele goede week. Dierendag, hoge parkeerkosten en het opblazen van de energiecentrale. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Het democratiefestival Grondvest wil door, ondanks opnieuw tegenvallende bezoekerscijfers. Omgerekend heeft het evenement vorig weekend €100 per persoon gekost. Maar zo moet je het niet bekijken, vinden betrokkenen. Het gaat om de inhoud.
Het lastige is, als jullie nou eens een week lang aan de inhoud van tevoren aandacht besteden, gewoon door iedereen te vragen, dan krijg je een beter festival. Dinsdag was het weer Dierendag. Ondanks dat we tegenwoordig iets minder aan deze dag besteden, draaien dierenwinkels nog steeds een prima extra omzet. Als je 10 jaar terugkijkt, toen de economie nog goed draaide, zeg maar, draaiden we 3 keer de omzet van een normale dinsdag, bijvoorbeeld op een dierendag. En nu is dat ongeveer het dubbele, denk ik. Het cruiseschip in Druten, waarop 135 Oekraïners zijn gehuisvest, blijft nogmaals 6 maanden in de Waalhaven liggen. Aanleiding voor de gemeente is dat de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij is. Daarnaast loopt het aantal gastgezinnen in Maas en Waal ook terug. Parkeren in Nijmegen wordt per 1 januari weer duurder. Voor het parkeren op straat zullen de kosten gemiddeld 30 cent omhoog gaan. Ditzelfde bedrag geldt voor parkeergarages en parkeerterreinen met een kort parkeertarief. Bij dagparkeertarief is deze stijging 3 euro. En na enig uitstel was het vrijdagochtend dan eindelijk zover. Het restant van de energiecentrale ging tegen de vlakte. Met veel kabaal en een grote stofwolk kwam er een einde aan een icoon in het Nijmeegse straatbeeld. Een omgekeerde bloempot boven een paar vaccinelichtjes. Het lijkt momenteel een populaire manier om huizen te verwarmen. Meerdere tuincentra in Gelderland melden dat ze veel meer bloempotten verkopen dan normaal. Maar zo'n alternatieve verwarming blijkt niet zonder gevaar. Ja, nee, hij is goed verbrand en we hebben hem meteen buiten gegooid. Maar hij is ook van de hitte geknapt ook zelfs. Om zo min mogelijk gas te verbruiken zocht Nathalie naar andere methodes om haar huis te verwarmen. Net als veel anderen besloot ze een terracotta pot boven wat vaccinelichtjes te gebruiken. Normaal had ik er 4 kaarsjes in en het was nu wat kouder, dus ik had er nu 6 kaarsjes in gedaan. En dat gaf inderdaad een heel aangename warmte, maar op een gegeven moment waren we even naar de keuken, kwamen we weer binnen en stond dat hele ding in de hens. En de vlammen lekten eruit en we waren eigenlijk nog net op tijd om het met handdoeken buiten te gooien en erger te voorkomen. Het was niet de eerste keer dat Nathalie deze methode gebruikte. Maar na deze bijna brand wil ze andere mensen waarschuwen voor de gevaren. Het is net als dat je er bij een kaars ook niet echt van uitgaat dat die omvalt. Maar op het moment dat dat wel zo is, ja, dan ben je daarna denk ik ook voorzichtiger met het aansteken van kaarsen. Zelf zal ze deze methode in elk geval niet meer gebruiken. Ik denk dat ik nu toch wel liever andere manieren zoek. Warme sloffen en een warmtekussentje op elektra in mijn rug. Dat ik denk dat we op zich het ook wel doet. Een bijzondere verjaardag vorig weekend in de Meijerhorst voor de 17-jarige Jamie. Het is misschien wel de laatste verjaardag die hij meemaakt. Jamie lijdt namelijk aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte. Om deze verjaardag er één te laten zijn om nooit te vergeten, heeft wijkbewoner Remy iets geregeld met motoren. Veel motoren, want daar houdt Jamie van. Net buiten de wijk kwamen alle motoren bij elkaar. Wat een mooi initiatief. Wat heb je georganiseerd? Ik heb vandaag georganiseerd op Jamie's verjaardag. Dat een hele grote stoet komt. We gaan hem gewoon blij maken vandaag. En dat wil ik voor hem, snap je? Hij verdient dat. Hey, en je hebt allemaal motoren. Zijn dat allemaal vrienden van je? Iedereen is welkom, snap je? Iedereen is welkom. Ik wil hem gewoon blij zien, snap je? Het is puur voor zijn verjaardag. We zijn ondertussen in de Meijerhorst aangekomen en zoals je ziet is de hele buurt uitgelopen om te komen kijken naar de grote verrassing van Jamie. Hij zelf zit eerste rangs klaar voor wat er gaat komen. Alsof de verrassing nog niet groot genoeg was, verscheen er ook nog een drumband die Jamie en zijn gezin de straat door begeleidde. Aan de andere kant, waar alle toeschouwers inmiddels zijn verzameld, werd voor hem gezongen en stond er een hele bijzondere taart klaar. Niet alleen ik spreek uit de naam van ons allen, ook uit de naam van Jamie willen we jou enorm bedanken, Jamie. Jij bent de grootste voorbeeld van heel Nederland hoe het wel kan. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Voor het laatste nieuws ga je naar onze website of download je onze app. Maandagavond zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!